vader zaliger zei altijd, zo je niet klopt, zo heb je niet. En dat klopt. Want als ik niet klop, dan loopt het niet. En van het lopen moet ik het hebben. Maar sinds wat de mensen de lopende band hebben uitgevonden, loopt het niet meer. Niemand loopt meer. En dat klopt ook niet. Er zijn nog wel dingen die lopen, dat zijn de uitgaven, die lopen op. En de inkomsten die lopen terug. Dat klopt ook niet. Door de lopende band zit alles stil. Vroeger maakte ze 1 auto per dag. Door de lopende band maken we 100.000 auto's per dag. Dan zit alles in een auto. En daar glijdt je schoenen niet van. Vroeger zag je 1 fiets. Door de lopende band zie je wel miljoenen fietsen. Wie denkt er dan nog aan lopen? Als er genoeg voetgangers waren, dan zouden voede vader wel schoenplaatjes in plaats van fietsenplaatjes verkopen. Voor een zalig. Dan zou je schoenplaatje zichtbaar op je schoen moeten dragen. En de dames aan een kettingje aan hun enkel. Als je dan een beambte van de controle zou passeren, dan zou die zeggen, hé meneer, loopt u eens op uw handen? Dan kan ik uw plaatje beter zien. En de fietsers is dat allemaal niet nodig. De fietsers maken het gemakkelijk. En daarom wordt er een merk op ons wang getatoeëerd. Die kinderen wat zeggen. Nee hoor, ik loop ook terug. Hoe heette ik meester schoenen en laarzen maken? Toen werd ik schoenmaker en nu ben ik schoes. Schoes of lapper. Oh boh. Nee, vroeger was het de tijd. Toen liep iedereen. Toen had je nog het padentrammetje. Die hield voor iedere deur stil. En als ze dan een beschonken meneer hadden, dan bracht de koetsier en de conducteur bracht hem naar boven. Ze kleden hem uit en lagen hem in bed. En als meneer dan iets meer nodig had, ging het trammetje weer verder. Toen liep iedereen, dat ging veel gauwer. Allemaal werk voor de schoes. Oh ja, schoeven. Vroeger had ik voor ieder gezin wel 12 paar schoenen te repareren. Maar nou bestaat elk gezin haast uit alleen uit pa en moe. En die hebben nog een tandem. Ja, schout vandaag de dag de wedstrijd tussen de tandem en de ooievaar. Maar de ooievaar, die verliest het meestal. Die laat wel eens op zich wachten op. Wat moet dat leeg zijn als die mensen oud zijn? En ze kunnen niet meer tandemen. Dan kijken ze elkaar aan. En dan zeggen ze, wij hebben ons geluk vertrapt. Ja, er zit een heleboel in een schoen. Je wordt filosoof. Als je hele leven onder de schoenen zit, zijn je daar een paar jonge schoenen. De ene die is helemaal op tandvlees versleten en de andere niet. De andere markeert niet. De jongen die rijdt op een autopet. Dan heb je bijvoorbeeld deze. Die is uit het rechts. Nee, uit het links. En deze is uit het rechts. Er zijn mensen die zeggen, die roepen alleen rechts. En er zijn mensen die roepen alleen links. Maar ik zeg, ze moeten toch naast elkaar blijven lopen. Anders gaan ze op een schoen en een slot. Dan heb je nou bijvoorbeeld het model. Er zijn mensen die zeggen, wij willen alleen rechte neuzen. Met de kromme willen we niets te maken hebben. Die deugen niet. Maar ik zeg als vakman, er zijn een heleboel rechte neuzen die niet deugen. En kromme waar je geen last van hebt. De hoofdzaak is het binnenwerk.